Goedenavond kijkers thuis. Welkom bij deze tweede webinar van de Historische Vereniging. Hij gaat vanavond over de archeologie van Hoge Weide. Hij wordt gegeven door twee stadsarcheologen van de gemeente Utrecht. En dat is Marieke Arkema en Jeroen van den Kamp. Zij nemen jullie zo meteen mee in een presentatie die ongeveer 5 kwartier zal duren. Wat er allemaal de afgelopen jaren is opgegraven. Maar voordat we hen het woord geven, wil ik nog even graag een aantal dingen vertellen over de Historische Vereniging. De Historische Vereniging zet zich eigenlijk in voor de historie in onze wijk. Wij proberen het leefgebied, de historie in ons leefgebied te behouden en openbaar toegankelijk te maken voor iedereen. We betrekken zo onze bewoners bij de rijke historie van dit gebied en verbinden op die manier oude en nieuwe bewoners uit Vleutende Meer en Leidse Rijn door middel van onze rijke historie. U kunt dus natuurlijk altijd steunen door lid te worden voor 24 euro per jaar. Daarvoor krijgt u in ieder geval 4 keer per jaar het rijk geïllustreerde, mooie, lezenwaardige tijdschrift. Waar kunt u ons vinden? In ieder geval in Vleuten hebben we ons museum en kenniscentrum in de broederschapshuisjes, de mooie witte huisjes. Je bent er misschien wel eens een keer langs gereden. Normaal gesproken zijn die open op maandag, dinsdag, donderdag en de eerste zaterdag van de maand van 2 tot 5 uur 's middags. Helaas nu door de corona is het wat beperkter. Als u wilt bent u nog steeds welkom, maar maak dan eerst even een afspraak met ons. Dat kunt u bijvoorbeeld doen via de website. De vereniging heeft zo'n 870 leden, waarvan er ongeveer 80 actieve vrijwilligers zijn. We kunnen altijd meer leden gebruiken en ook actieve vrijwilligers, dus meld u aan. Wij zetten ons ook in voor de jeugd, dat doen we bijvoorbeeld door de Kijkwijzer en Graaf Junior. Leuke programma's voor kinderen om te leren over de historie in ons gebied. Zoals gezegd, we zitten in het broederschapshuis in Vleuten, maar hebben ook in het Kasteel Hoge Woerd een locatie waar we heel veel dingen vanuit organiseren. We hebben 4 keer per jaar een kwartaalblad rond Leidse Rijn en de Vleutense Wetering met allerlei verhalen over Leidse Rijn, Vleutenmeer, Leidse Rijn, van heel lang geleden tot misschien dingen die 20 jaar geleden zijn gebeurd. Daarnaast hebben we een website waar u heel veel op kunt vinden. Er is maandelijks een nieuwsbrief waar u zich op in kunt schrijven. We hebben een Facebookpagina, Instagram, een Twitteraccount en op allerlei manieren proberen we gewoon de bewoners hier te informeren. In de broederschapshuisjes en ook via de webshop verkopen we boeken en dvd's. Kijk er gerust eens, zeker met het oog op de komende feestdagen. En we doen ook erfgoededucatie en dat doen we samen met Kasteel Hoge Woerd. En we geven lezingen en andere activiteiten. Dan even de komende activiteiten. Op 5 november is er een webinar over de grote storm uit 1674. Het is nog onder voorbehoud. En op 15 december komt een webinar over de historie van de meren door Kees Ras. Hij is al 2 jaar geleden gegeven, maar nu voor een hoop nieuwe mensen een tweede ronde, tweede kans om heel veel leuke dingen te horen. En in 2021 bestaat de vereniging 40 jaar, dus dan zijn we bezig met een programma. We gaan een speciale uitgave doen over de collectie van de schilder Graafland, die heeft hier gewoond. En we zijn bezig met de kanon van Leidse Rijn. Dus u ziet ook voor volgend jaar weer een hoop interessante dingen op het programma. Maar nu geef ik eerst het woord aan Marieke. Veel plezier. Oh, ik ben nog vergeten te zeggen. Heeft u vragen, kunt u ze altijd via de live chat bij YouTube stellen. Dan zullen wij tijdens de lezing kijken van of het al beantwoord kan worden of achteraf. Veel plezier. De aanwijzer. Ja, super. Dankjewel. Nou, welkom allemaal. Het is een beetje wennen om hier met een camera te staan en niet voor een zaal met allemaal mensen erin. Mijn collega Jeroen en ik zullen wat meer gaan vertellen over de Hoge Weide. Maar voordat ik echt begin, ik begreep van mijn kinderen dat als je een nieuwe video begint, dat je dan moet zeggen van als u na 1 minuut de video nog steeds leuk vindt en nog niet in slaap bent gevallen, dan mogen we even op het duimpje omhoog drukken. Dus mijn kinderen zullen nu trots zijn op me. We gaan meer vertellen over de Hoge Weide. Daar is 1000 jaar lang gewoond langs de Hoge Weide door boeren. En nu zult u misschien denken van bewoning, boeren, wat is daar spannend aan? We weten uit historische bronnen dat de gronden rondom de Hoge Weide in het bezit waren van de kapittels. Dat waren rijke instellingen van de kerk
En die hadden veel landerijen en gronden waar die zij exploiteerden. En dat was dus ook hier bij de Hoge Weide het geval. Dat betekent dat eigenlijk ook de rode draad van ons verhaal zal zijn van wat zijn nu die aanwijzingen die we tijdens de archeologische onderzoeken hebben gevonden voor die kapittelgronden die daar zijn geweest. Wat gaan we allemaal doen vanavond? Nou, allereerst zal ik iets vertellen over de ontdekking van de Hoge Weide. Hoe is dat zo gekomen dat we daar zoveel gegraven hebben? En vervolgens iets over het landschap en de historische achtergrond. Dat zal Jeroen zo meteen gaan doen. En dan zullen we natuurlijk ook wat meer vertellen over de archeologische onderzoeken die we hebben uitgevoerd. We willen ook een aantal bijzondere dingen die we hebben aangetroffen en die we hebben gevonden in Hoge Weide willen we wat nader uitlichten. Dat zullen we daarna doen. En natuurlijk hebben we op het eind nog een aantal foto's met mooie goodies en leuke spulletjes die we daar hebben gevonden. Zoals u hier ziet, is dit is de Hoge Weide. Dit is een luchtfoto met het overzicht van de Hoge Weide die vanaf in het zuiden, vanaf de Leidse Rijn, doorliep naar de Vleutense Vaart met een aantal bochten erin. En u ziet het is eigenlijk een heel landelijk gebied met maar een paar boerderijen. En dat is eigenlijk grappig dat deze situatie, met uitzondering van de moestuintjes die in de 20e eeuw zijn gekomen, maar deze situatie van landerijen en een paar boerderijen is sinds eigenlijk 1500 niet nauwelijks veranderd. Door alle archeologische onderzoeken die we hebben uitgevoerd, bleek echter dat vanaf de ontginning van de Hoge Weide er juist wel heel veel bewoning is geweest en ook op allerlei verschillende delen langs die Hoge Weide. Die bewoning die verplaatste zich ook steeds. Dat was dus tot 1500 en vanaf die tijd is eigenlijk het beeld zoals we hier op de luchtfoto zien gelijk gebleven. En de bewoning die er ontstond, dat was onder andere hier boerderij De Hoef, waar we eigenlijk de lezing zouden hebben gehad. Nou, het is heel jammer dat dat niet door kan gaan, maar goed, begrijpelijk. En ja, het is een prachtige boerderij, een prachtige plek om daar te staan. Ook is het een bijzondere plek, want het is een van de weinige plaatsen waar we als archeoloog van Utrecht nog geen onderzoek hebben gedaan. Dus wie weet wat voor dingen daar nog in de grond zitten, we zullen het niet weten. Goed, hoe is het allemaal zo ver gekomen dat we onderzoek hier hebben gedaan? Met de Vinex-wijk Leidse Rijn ontwikkeld zou worden, was het al bekend dat er allerlei archeologie in de bodem aanwezig was. We wisten alleen niet precies waar en hoe en wat. Er is een inventariserend onderzoek uitgevoerd en daaruit zijn ongeveer 60 zones naar voren gekomen waar archeologie zou kunnen zijn. Dat is verder onderzocht en daarvan zijn ongeveer 36 terreinen geselecteerd die in aanmerking kwamen voor behoud dan wel opgraven. En, de datering van die archeologische vindplaatsen, van die 36 vindplaatsen, varieerde vanaf de middenbronstijd tot en met de nieuwe tijd. En hier in Leidse Rijn met natuurlijk de nadruk op de late ijzertijd en de Romeinse tijd. Maar er waren ook een aantal middeleeuwse vindplaatsen bij die 36 zones. En die lagen vooral langs de nog bestaande wegen in het gebied. En dat waren dus onder andere ook deze vindplaatsen langs de Hoge Weide. U ziet dat de cijfertjes vooral in het zuidelijk deel staan. Destijds had men nog niet helemaal door dat de bewoning misschien nog wel eens verder door zou kunnen lopen, helemaal tot aan de Vleutense Vaart. Dat bleek dus wel zo te zijn. Door de archeologische onderzoeken zijn we daar dus achter gekomen. Zometeen zal Jeroen meer vertellen over die archeologische onderzoeken. Ik wil eerst nog even iets over het landschap vertellen, want ja, vroeger was natuurlijk het landschap veel bepalender voor de plek waar je ging wonen dan tegenwoordig. En wat u hier op de dia ziet, is op de plaat, dat is de geomorfologische kaart van de omgeving van de Hoge Weide. En u ziet daar die kronkelige blauwe streep die daar doorheen loopt, dat is de restgul van de Oude Rijn zoals die daar lag in de middeleeuwen. De Hoge Weide lag eigenlijk op de stroomrug, de hogere oeverafzettingen van de Oude Rijn. En dat was dus een vrij hoge plek om te gaan wonen en om daar je akkers neer te leggen, omdat het wat hoger en wat droger was.
Die stroomrug, dat was eigenlijk de belangrijkste stroomrug voor duizenden jaren in het Nederlandse rivierdelta. Die liep vanaf Wijk van bij Duurstede via Utrecht naar Woerden en helemaal door naar Katwijk aan zee. En het was dus voornamelijk in de Leidse Rijn de Rijn die zijn stempel op, op het landschap heeft gedrukt. De restgeul in de middeleeuwen heeft niet altijd hier gelegen. Of de restgeul, dat is in de middeleeuwen, maar de rivier heeft niet altijd hier gelegen. Dit is trouwens waar de Hoge Weide ligt, dat rode streepje. In de Romeinse tijd stroomde de rivier heel ergens anders. Die liep met een grote bocht in het noordelijk deel van de Hoge Weide. Rond 500 waren er wat overstromingen en is de rivier weer wat meer naar het zuiden verplaatst en met een grote bocht uiteindelijk weer naar Woerden toe. Rond de 9e eeuw is die rivier wat gaan dichtslippen, maar er waren ook nog een aantal overstromingen. En vanaf de 9e eeuw is dus de Rijn in die kronkelige lijn gaan liggen zoals we die nu kennen in de middeleeuwen. Dat die zich niet meer verplaatst heeft daarna, dat komt natuurlijk omdat die rivier al wat activiteit, die verminderde al, maar uiteindelijk ja, was die activiteit van de rivier natuurlijk helemaal weg door de afdamming van de Rijn in Wijk bij Duurstede in 1122. Dus tijdens het ontstaan van de Hoge Weide lag de rivier hier in die kronkels daarnaast. Tijdens de onderzoeken zijn we erachter gekomen dat het niet alleen oevergronden waren waarop de mensen woonden. Er zijn ook tal van kleine restgeultjes, kronkelwaardgeultjes en andere zaken gevonden. Die heeft de rivier achtergelaten tijdens het verplaatsen. En dat waren waarschijnlijk wel laagtes geweest destijds in het landschap toen men daar is gaan wonen. Jeroen gaat daar nog wat meer over vertellen. Volgens mij ben jij. Ja, dat is mijn dier. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, dat historische verhaal van de Hoge Weide, dat kunnen we goed illustreren met deze kaart. Ik denk dat de meesten van u hem wel kennen. Dit is een detail van de kaart van Specht, de late 17e eeuw. Maar hij geeft de situatie weer aan het begin van de 16e eeuw. 20 jaar geleden begonnen we met ons archeologisch onderzoek langs de Hoge Weide. Er is een artikel uit 1942 van een historicus, Immink, en die schreef over de Utrechtse stadsvrijheid. En ik heb op die kaart van Specht heb ik eventjes in het paars de grens van die Utrechtse stadsvrijheid weergegeven. Nou, Marieke zei al, je had in Leidse Rijn aan de ene kant had je de hooggelegen stroomrug, en dat zien we op de kaart van Specht hier als de Hoge Weide. En je had de komgebieden daarnaast, en dat staat hier omschreven als de Lage Weide. Nou, die Immink die schreef dat de Hoge Weide in de late middeleeuwen, dat was algemene weidegrond. Alle inwoners van de stad mochten daar gebruik van maken. Maar Immink schreef ook dat er een paar gebieden waren langs de grens van de Utrechtse stadsvrijheid, en dat zijn die gebieden hier in het geel, die waren in het bezit van drie Utrechtse kapittels, zoals Marieke net al zei. De kapittels van Sint-Marie, van Oud-Münster en van Sint-Pieter. Die kapittels, Utrecht kende vijf kapittels in de late middeleeuwen en zo'n kapittel was een kloosterorde. Alleen de geestelijken van die orders, de kanunniken, die hadden wel de gelofte van gehoorzaamheid en kuisheid afgelegd, maar niet die van armoede. Dus die kanunniken zelf die waren rijk en de kapittels waren ook als instelling zeer rijk, want die kapittels hadden bij hun oprichting grond gekregen van de Utrechtse bisschop. Grote stukken grond. Die grote stukken grond die gaven ze in pacht bij allerlei boeren. En die boeren bewerkten hun landerijen. En die kapittels die bouwden, te midden van hun landerijen, bouwden ze een groot uithof om hun goederen in de gaten te houden. Nou, als we dan wat inzoomen op die kaart van Specht en op dat gebied van de Utrechtse kapittels, dan zie je dat Specht drie boerderijen afbeelde, hier in het rood weergegeven. En toen wij 20 jaar geleden begonnen met ons onderzoek, toen hadden we het vermoeden dat die drie boerderijen misschien wel die drie kapitel-uithoven geweest zouden kunnen zijn. Nou, we hebben ooit proefsleuven getrokken bij die boerderij helemaal rechts. Daar hebben we eigenlijk niks gevonden. Dus vermoedelijk heeft hij iets zuidelijker gelegen, maar dat blijft vaag. Nou, die middelste boerderij, dat is dus de plek waar tegenwoordig boerderij De Hoef staat. Maar boerderij De Hoef is een boerderij van rond 1900, maar daar hebben we dus voorlopers gestaan. Ja, omdat de boerderij er nog staat, kunnen we daar helaas niet opgraven. Maar we hebben wel een klein archeologisch onderzoek gedaan direct ten noorden van de boerderij De Hoef.
En daar vonden we onder andere een stuk van de gracht die rond die boerderij gelopen heeft. En in die grafvulling vonden we kloostermoppen, plavuizen, daktegels. Kortom, daar heeft in de 14e of de 15e eeuw een luxe stenen gebouw gestaan. Dus voor ons een aanwijzing dat het misschien een kapittel uithof zou kunnen zijn. En dan die laatste boerderij aan de linkerkant, boerderij de Hoge Weide. Ga ik nu heel kort even op in, want Marieke vertelt er zo meteen meer over. Die boerderij heeft gestaan tot 1959. Toen is die verdwenen als onderdeel van de ruilverkaveling. Maar er zijn nog foto's van. En wat wij 20 jaar geleden op die foto's zagen, dat was een knijter van een boerderij. Echt een enorm ding. En de spaarzame foto's die er van het interieur zijn, zoals daar rechtsonder bijvoorbeeld, sleutelstuk in de opkamer, vroege 16e eeuw. Ja, dat is voor een boerderij is uitzonderlijk. Dat soort sleutelstukken kom je normaal tegen in kastelen, stadskastelen. De riddertorens die er in Leidse Rijn zo stonden. Maar in een boerderij is dat echt uitzonderlijk. Dus het was voor ons een aanwijzing dat het misschien inderdaad wel een kapittel uithof zou kunnen zijn. Maar het hele idee van grond in bezit van kapittels is eigenlijk een paar maanden geleden een beetje op de helling komen te staan. Misschien weet u dat, ik weet niet eens, Jan Huiting, of die lid is van jullie vereniging. Ja. Ja, oké. Okay, nou, misschien kijkt hij wel. Jan, als je kijkt, we willen graag een keer met je om de tafel. Jan is deze zomer gepromoveerd op een historische reconstructie van het grondbezit in het westen van de provincie Utrecht. En hij heeft zich dus ook bezig gehouden met het grondgebied van ons boerderijland. Dit is een kaart uit zijn proefschrift van de situatie rond het midden van de 14e eeuw. En dan geeft hij inderdaad aan dat dit rechte stuk hier, dat blauwe, is van Sint-Marie. Dat klopt heel mooi nog met het verhaal van Immink. Maar hier gaat het eigenlijk fout. De stukken hier in het geel zijn van het kapittel van Sint-Pieter. Dat klopt dus nog, al hebben ze maar een heel klein stukje. Het kapittel van Oud-Münster is op die kaart van Huiting nergens te vinden. Het oranje gedeelte is de familie Utenham en het groene gedeelte, dat zijn de Johannieters. Kortom, het grootste gedeelte was in ieder geval in het midden van de 14e eeuw niet in bezit van de Utrechtse kapittels. Of het misschien eerder in de 11e, 12e en 13e eeuw wel kapittelbezit was, ik hoop het, maar misschien kan Jan ons daar ooit eens een keer wat meer over vertellen. Hoe dan ook, die zone langs de Hoge Weide is misschien wel het best onderzochte gebied, archeologisch onderzochte gebied van heel de stad Utrecht. We hebben daar zo'n 25 verschillende onderzoeken gedaan. En we hebben daar meerdere vindplaatsen gevonden. Helemaal rechts ziet u, ik weet niet of ik nu in beeld ben om het aan te wijzen, hier aan de rechterkant het 17e eeuwse buitenplaats Leeuwenstein. Een ijzertijdnederzetting. Hier aan de linkerkant Grauwaard, de middeleeuwse woontoren. Hier een nederzetting, een boerenlint uit de 6e en 7e eeuw. Een inheems-Romeinse nederzetting. Een 17e eeuwse, 16e eeuwse boerderij de Koehoorn. Maar de meeste onderzoeken, 15 stuks, hadden betrekking op dat middeleeuwse boerderijlint. Nou, het allereerste onderzoek dat we hebben gedaan, 20 jaar geleden, dat was op het perceel direct ten noorden van de Hoef, boerderij de Hoef. Ik heb hem hier nog even omcirkeld. En bij die rode pijl, daar gingen we destijds als eerste aan de slag in de volle overtuiging dat we misschien wel vlak naast een kapitteluithof aan het graven gingen. Nou, wat schetst onze verbazing? Een van de eerste vondsten bij die opgraving was dit voorwerp. En hij ziet er hier gigantisch uit, maar in het echt is die maar een paar centimeter groot. Het is een beslagplaat van een 13e eeuwse gesp. Een bronzen gesp, maar ingelegd met emaille. En we zien de afbeelding van een griffioenachtig fabeldier met een bek, veren, vleugels en zijn poten. Nou, dit soort gespen werden gemaakt in Limoges, een Noord-Franse stad. En in Limoges werden dus met emaille ingelegde voorwerpen gemaakt, maar over het algemeen echt topstukken. Altaar beslagen, reliekhouders, processiekruisen, dat soort dingen. Kortom, ze produceerden daar voor de kerken en de rijke geestelijkheid. Ze maken ook wel wat meer wereldse producten, zoals deze gesp. Het toeval wil dat toen wij deze vonden 20 jaar geleden, dat er nog maar één ander exemplaar bekend was, afkomstig van een boerderij in de buurt van Deventer. En die boerderij was in bezit van een kapittel. Dus u snapt dat wij hier heel vrolijk van werden. Maar laten we nog even iets
uitzoomen. En beginnen bij het begin van het lint. We gaan ervan uit dat de bewoning hier ergens in de 11e eeuw is begonnen. Een kleine 1000 jaar geleden. Die bruine lijn is weer de Hoge Weide. We gaan ervan uit dat er al vanaf de 11e eeuw een landroute is geweest. Waarschijnlijk een eenvoudig zandpad. Archeologisch, we hebben geprobeerd om er iets van te vinden. Maar hij was niet waarneembaar. Wat we wel vonden naast die Hoge Weide, was hier die blauwe lijn. Dat was een gracht. Een 1,5 kilometer lange gracht. Die vermoedelijk, we hebben het niet kunnen aantonen, die vermoedelijk aan de zuidkant aftakte van de hoofdgul van de Rijn. Waardoor die een natuurlijke wateraanvoer kreeg. En dat betekent dat hij aan de noordkant ergens op moet hebben afgewaterd. En ook dat hebben we helaas niet kunnen waarnemen. Dat stuk hebben we niet kunnen opgraven. Maar het moet bijna wel dat hij op de Vleutense Wetering afwaterde. En er is een hoop te doen om de datering van die Vleutense Wetering. Sommigen zeggen dat hij vroeg middeleeuws zou zijn, laat middeleeuws. Maar we denken dat hij dus in ieder geval in de 11e eeuw al bestaan heeft. Nou, hier een van de eerste keren dat we die gracht vonden in ons vlak. Op de achtergrond ziet u weer de Hoge Weide, zoals die volgens mij daar nu nog ligt, dat kleine stukje. Op de voorgrond het lichte natuurlijke zand. En langs de sloot ziet u die donkerbruine baan. En dat is de vulling van die dichtgeslipte gracht. Nou, we hebben die gracht ook een heel aantal keren in een profiel gedocumenteerd. Dus in feite een verticale doorsnede. Daar is dit een voorbeeld van. Die lichtblauwe lijn laat de ingrating van die gracht zien. En die gracht, zoals u net kon zien, had een hele merkwaardige kromming door het gebied, omdat die de loop van drie Romeinse dichtgeslipte restgeulen volgde. En op deze foto ziet u de gracht precies op het punt waar die door zo'n kleien gevulde Romeinse geul heen gaat. En hier was de gracht op zijn allersmalst, 2,5 meter. 2,5 meter breed en ongeveer 1,5 meter diep. Maar op een ander punt, direct ten noorden van de Hoef, daar was die veel breder. Hier was die minstens 8 meter breed en 2 meter diep. En dat komt omdat de bodem hier erg zanderig was. En die gracht die had waarschijnlijk dus vanuit de Oude Rijn had hij zijn water aanvoer. En dat water heeft de gracht eigenlijk uitgeslepen in het zandpakket. Waardoor hij uiteindelijk zelfs op 2 meter diep werd. Nou, en ondanks dat hij dus op het smalste punt maar 2,5 meter breed was, hebben we aanwijzingen dat die gracht ook is bevaren in die 11e en vroege 12e eeuw. Helaas hebben we geen boot gevonden. Wat we wel gevonden hebben, dat zijn die zogenaamde scheepssintels en scheepsnagels. Je ziet aan de linkerkant een doorsnede van een schip, in dit geval een 14e, 15e eeuw schip. Maar het gaat even om het principe. Planken zijn overnaast bevestigd en met elkaar aan elkaar vastgezet met die scheepsnagels waarvan de punt werd omgeslagen. En de naden die werden dichtgezet met breusel, mos, daar ging een lat overheen en die houten lat die werd weer vastgezet met die ijzeren sintels. Nou, in de 14e eeuw waren ze heel breed, die sintels, maar in de 11e en de 12e eeuw waren het deze smalle ijzeren stripjes. Daar hebben we de tientallen van gevonden. Maar het leuke is dat we er ook twee gevonden hebben en dat zijn die tekeningen. Die nog helemaal recht zijn. Want ze werden in feite, de hoekjes werden omgebogen, het werden een soort krammetjes. Maar deze waren kaarsrecht en dus ongebruikt. En dat betekent dat de bewoners langs de Hoge Weide of boten hebben gebouwd. Of op zijn minst onderhoud hebben gepleegd aan boten. Nou, en die twee ongebruikte scheepsintels, die vonden we ter hoogte van deze boerderijplattegrond. Hij lag helemaal aan de zuidkant van het boerderijlint, een beetje richting het begin van de Groendijk. Het is een plattegrond, waarschijnlijk uit de late 11e eeuw. Het is de mooiste plattegrond die we in Leidse Rijn eigenlijk hebben gevonden van de middeleeuwse boerderij. In groen weergegeven alle paalkuilen en in rood alle weggerotte palen. Een boerderij van 25 meter lang, 12 meter breed. En u ziet in het midden dat hij twee tussenwanden heeft gehad. En hier aan de linkerkant, dit was de grootste ruimte, dat is de stal geweest. En de twee kleinere ruimtes aan de rechterkant hebben waarschijnlijk gediend om te wonen en de ander om te werken en voor opslag. Nou, hier dan een luchtfoto van diezelfde boerderij. Die houten palen waren helaas allemaal weggerot. Maar om het wat inzichtelijker te maken hebben we voor de foto op elke paalverkleuring hebben we een houtblok gezet.
zodat je een beetje een idee krijgt over van hoe die eruit zag. In de uitnodiging voor vanavond hebben we deze foto ook gebruikt en ik zag dat erbij stond dat het een foto zou zijn gemaakt met een drone. Nou, tegenwoordig hebben we inderdaad wel een drone. Hadden we hier nog niet, 2006. Dus we hebben gewoon een hoogwerker laten komen en we zijn met een bakje naar 25 meter hoogte gegaan om deze foto's te kunnen nemen. Nou, voor de mensen die wel eens in Archeon zijn geweest, het archeologiepark in Alphen, die hebben denk ik wel een idee van hoe zo'n houten boerderij eruit heeft gezien. Maar voor de mensen die het niet weten, hier eventjes een reconstructietekening van zo'n lichtbootvormige boerderij uit de 11e en de 12e eeuw. Nou, een andere bijzondere vondst die we deden in de buurt van die boerderij was een zwaardpommel. Dat is het voorwerp wat hier rechts op die tekening staat. Een zwaardpommel is de achterkant van het heft van een zwaard. Even de foto links, dat is ook een Utrechtse vondst, maar niet van de boerderij, maar eventjes om een idee te geven. Een zwaardpommel was van ijzer, eigenlijk een onogelijk ding toen we hem vonden. Waarbij het schoonmaken bleek te zijn ingelegd met zilver en koperdraadjes. Nu zult u denken, ja, wat is daar bijzonder aan? Nou, een zwaard in de middeleeuwen is echt bijzonder. Het is, voor zover ik weet, het enige zwaardonderdeel dat we hebben uit Leidse Rijn. En zo'n zwaard werd eigenlijk altijd in verband gebracht met echt mannen van aanzien, met rijke mannen. En op een boerenerf verwacht je dat niet. Dus wie heeft dat zwaard gedragen? Dat is de grote vraag. Ik geef het woord aan Marieke. Ja, dankjewel. Zoals Jeroen al net heeft verteld, is de bewoning langs de Hoge Weide in het zuiden gestart. Hier even ter verduidelijking, in het zuiden weer de Leidse Rijn, de Rijn destijds nog, en de gegraven gracht en de Vleutense vaart in het noorden. De eerste bewoning in het zuiden, dat was LR48, het opgravingsterrein heet LR48 nummer 4, heel charmant, van de late 11e eeuw tot ongeveer 1175. In de 12e eeuw is er op meer plekken langs de Hoge Weide bewoning ontstaan, namelijk wat meer naar het noorden en aan de andere zijde, op de kapittelgronden van Sint-Marie, daar is ook bewoning gestart. Dit is het opgravingsterrein LR64. Daar startte het vanaf ongeveer 1100. En LR84 en LR42 ook 1100. En daar liep het door tot de 14e en 15e eeuw. Bij LR64 liep het wat minder lang door, tot ongeveer 1325. Vervolgens is iets later in de 12e eeuw, zo rond 1125, 1150, is vanaf die mooie strakke boerderij die Jeroen net heeft laten zien, is de bewoning wat meer opgeschoven naar het noorden. Dat is het onderzoeksterrein LR83. De rapportage daarvan ben ik op dit moment mee bezig. En daar hebben we waarschijnlijk 5, misschien wel 6 huisplattegronden aangetroffen. Maar na 1225 lijkt die bewoning daar geheel verdwenen. Iets meer naar het noorden, in het hoekje hier, ontstond ook een erf, of een tweetal erven. Daar hebben we geen huisplattegronden aangetroffen, maar wel heel veel materiaal, wat erop wijst dat er wel bewoning is geweest. En ook heel veel greppels en kringgreppels en hooimijten. Dus ja, daar heeft wel een boerderij gestaan. Dat geldt overigens ook voor deze twee, daar hebben we ook geen huisplattegronden gevonden. Dat gebeurde vaker bij de Hoge Weide, gek genoeg. Vervolgens ontstond er bewoning in dit deel, LR48-1 en LR48-3. En dit is ook het terrein waar in de 16e eeuw de boerderij de Hoge Weide is gebouwd. Maar die bewoning die begon dus al in 1175. Er zijn allerlei voorgangers geweest. En LR48-1, daar is de bewoning ongeveer in 1175 gestart. Die liep niet zo heel lang door tot 1275. Nou, tenslotte was er ook nog op dit perceel bewoning, of tenslotte, er kwam hier ook nog weer bewoning. Die startte samen met deze hier helemaal in het noorden. Die startte wat later, zo rond in de 14e eeuw, rond 1300 en 1375. En die liepen door tot de 15e en 16e eeuw. Zo ziet u dat het hele boerderijlint, met natuurlijk wel wat, wat sprongetjes, maar eigenlijk werd er continu tot in die 16e eeuw, ja, langs dat hele lint zijn er allerlei boerderijen gebouwd en kleinere en grotere boerderijen. En was er heel veel dynamiek eigenlijk.
Hoe zag zo'n erf er nou eigenlijk uit? Nou, zoals Jeroen al vertelde, ze hebben de Hoge Weidegracht gegraven. En ja, die was eigenlijk heel belangrijk voor die oriëntatie van die erven. We zien elke keer dat de huizen dicht langs de Hoge Weide hebben gelegen. En dat naar het westen toe in dit geval de achtererven lagen met allerlei greppels en kuilen en hooimijten en kringgreppels en noem maar op. Dus de Hoge Weide die lag er. Daar aan de westelijke zijde hebben ze op een gegeven moment ook in de 12e eeuw een lange greppel gegraven. En deze greppel die liep helemaal door tot in het zuiden van LR48 ook. Dus die was echt ook heel lang. En dat was eigenlijk de grens tussen de erven van de boerderijen en de landerijen die daarachter lagen. Ze hebben op een gegeven moment ook dwarsgreppels gegraven, waardoor je dus van die rechthoekige percelen kreeg. Hierbovenin lag de bewoning, deze boerderij met wat kuilen. En dit deel, dit rechthoekige perceel, daar lagen allerlei bouwsels, gebouwtjes waar granen werden opgeslagen en andere producten. Het ziet er redelijk overzichtelijk uit. Wat bleek, na elke fase van bewoning, dan waren greppels dichtgeslipt of er kwam een nieuwe boerderij of er moest iets gewijzigd worden. En elke keer werden dus opnieuw greppels uitgediept of de greppels werden net daarnaast gegraven of er werden hele nieuwe greppels gegraven. En hier ziet u al de twee fases die volgden op het plaatje wat ik net liet zien. Ja, zoek de verschillen. Hier ligt hij dan wat schuiner en hier wordt hij doorgetrokken. Dus ze zijn continu bezig met het graven van greppels. En op dit terrein, op LR48-2, zijn ze helemaal losgegaan met het graven van die greppels. Allerlei greppeltjes zijn hier gegraven, waardoor kleine perceeltjes ontstonden. We weten niet precies waar dat nou voor diende, al die kleine perceeltjes en al die greppeltjes eromheen. Het zou te maken kunnen hebben met de moestuinen die daar hebben gelegen. En in de volgende fase, ik weet niet of je het goed ziet, ik zal het nog even... Kijk, zo zag het eruit. En in de volgende fase ziet u dat er nog steeds allerlei greppeltjes liggen, maar dan weer net een beetje anders. Dus ja, ze waren dol op het graven van die greppels. Ook bij LR48-3 zag het er allemaal net iets anders uit. In het begin was het nog redelijk overzichtelijk qua greppels. Dit is trouwens ook weer het erf waar de Hoge Weide later is gebouwd, de boerderij. En u ziet dan rond 1400 zijn er opeens heel veel greppels bijgekomen. Ook eigenlijk gekke greppels met zo twee naast elkaar. En waartoe ze precies gediend hebben, waarom ze daar op die manier zijn aangelegd, dat is lastig te interpreteren. Hoe zag het erf zelf er nu eigenlijk uit binnen al die greppels die ze aan het graven waren? Zoals ik al zei, de huizen, de boerderijen waren georiënteerd op de Hoge Weide. Bij LR79 hebben we de boerderijplattegronden zelf niet teruggevonden, maar we vermoeden dat die hier heeft gelegen, omdat hier eigenlijk de minste sporen tevoorschijn kwamen. En wat u ziet aangegeven is dat hier waarschijnlijk de moestuinen hebben gelegen. En om die boerderij lagen allerlei hooibergen, kringgreppels en andere greppels. Het grappige is dat die hooibergen vrij plaatsvast lijken te zijn geweest. Deze hooiberg bijvoorbeeld, als we daarop inzoomen, dan ziet u bijvoorbeeld dat er een heleboel paalkuilen waren gegraven. En het blijkt dus dat daar drie fases van opeenvolgende hooibergen hebben gestaan. En het grappige is dat bijvoorbeeld ook bij de boerderij de Hoge Weide, dat daar hetzelfde is gebeurd. Daar is de hooiberg die in 1959 is gesloopt of weggehaald, daar stond dus ook al een hooiberg aan het begin van de bewoning. Dus ze hielden wel van vaste plekken op hun erf blijkbaar. Ik zal u niet alle huisplattegronden die we hebben gevonden laten zien, want dan staan we hier waarschijnlijk morgen nog. Maar ik wil wel twee structuren even laten zien die bijzonder zijn en die wat uitlichten. Dit is het terrein LR64 net aan de andere kant van de Hoge Weide. Hier lag de Hoge Weide en hier de Groene Dijk. Rond 1100 is hier de bewoning gestart. Er zijn twee gebouwen die hier zijn gevonden.
En waarschijnlijk zijn het boerderijen geweest. Ze zien er lang zo strak niet uit als die mooie boerderijen waar Jeroen het net over had. Maar het gaat me nu eigenlijk even om deze ronde structuur die hier lag. Deze paalkuilen. Je zou denken van nou, dat is waarschijnlijk een hooiberg geweest. Maar die is eigenlijk, ja, de diameter is te groot. Het was 12 meter in diameter. En we vermoeden dat dit een rosmolen is geweest. Nou, dat is een rosmolen, dat is een molensteen die aangedreven werd door middel van een houten constructie door één of meerdere paarden. U ziet ook dat op dat erf allerlei kringgreppels hebben gelegen voor de opslag van allerlei gewassen. En hoe zag zo'n hooi of zo'n rosmolen er nu eigenlijk uit? Ja, dat weten we niet zo goed voor de middeleeuwen. Daar is niet zoveel over bekend, dus we hebben gezocht naar een plaatje wat er misschien op zou lijken. En dit is volgens mij een 20e eeuwse prent. Nou, daar ziet u duidelijk hè, de palen die in een cirkel zijn geplaatst met daarboven een dak. En dan de houten constructie die daarin zit en waar dan de paarden liepen om die molensteen te laten ronddraaien. De tweede structuur die ik even wil laten zien, die is gevonden bij LR 79, hier in deze hoek. Het is een bijzondere structuur, want hij bestaat uit heel veel palen. Het zijn drie rijen van palen. De rij is ongeveer 80 meter lang en ongeveer 4 meter breed. En hij lijkt hier in het zuiden de hoek om te gaan. En dus dit erf hier, waar nu Hof ter Weide ligt, te omsluiten. De functie van deze palenrij, die kunnen we nog niet zo goed interpreteren. Op de volgende dia ziet u ook weer met de houtblokken even aangegeven hoe dat eruit zou kunnen hebben gezien. Maar we weten dus ook niet precies hoe die daadwerkelijk heeft gefunctioneerd en hoe het eruit heeft gezien. Er zijn wel wat voorbeelden bekend, zoals bijvoorbeeld de ringwalburchten van Duno bij Renkum en de Huneschans in Uddel. Maar daar was sprake van zowel een wal als een gracht eromheen en dat hebben we hier niet aangetroffen. Er zijn ook wel voorbeelden van versterkte erven. Gevonden, maar ook daar is dan sprake van een wal en een gracht en een palenstructuur zoals deze. Die hebben we nog niet eerder gezien, ook niet in Leidse Rijn. Dus ja, het is lastig te interpreteren wat het precies is geweest en waarvoor het heeft gediend. Rond 1175 is dit ook weer verdwenen en is eigenlijk dit deel bij het zuidelijke erf getrokken. En zijn er gewoon hooibergen en greppels gegraven. Ik ga nu wat meer vertellen over de boerderij De Hoge Weide. Zoals we allebei al even gemeld hebben, is dat een van de mogelijke kapiteluithoven geweest. Tijdens de opgraving daar zijn er resten van die boerderij ook aangetroffen. En zoals Jeroen al aangaf, die boerderij heeft tot 1959 hier gestaan. En we hebben nog een aantal foto's van die boerderij. En nou, u ziet op de deze foto's zijn vlak voor de sloop, dus de boerderij is al heel erg vervallen. Het rieten dak is al helemaal weg. En hier ziet u de boerderij nog een keer van de andere kant. Maar u ziet ook dat het echt een enorme grote boerderij is geweest. En dit is de achterzijde met het stalgedeelte, toen het nog wat verzorgder eruit zag, maar ook, ja, het is echt gewoon enorm groot. Tijdens de opgraving is er opvallend weinig van al dat van die boerderij teruggevonden. Hier in het geel ziet u wat we hebben teruggevonden, dat waren de uitbraaksleuven van de stenen muren die daar hebben gestaan. Hier lagen een aantal latrines langs de Hoge Weide en tussen het gebouw in. En in het stalgedeelte heeft hebben ze in de 17e eeuw daar een waterput aangelegd. Maar wat u in het groen ziet, dat is eigenlijk de reconstructie van de boerderij op basis van de bouwhistorische opname die is gedaan vlak voordat de boerderij gesloopt werd. Daar is deze tekening van bekend. En daar ziet u ook, dit is het voorste gedeelte met de opkamer en de middenkamer. En u ziet ook dat onder de opkamer een enorme kaaskelder heeft gezeten.
En ook bijvoorbeeld hier weer die gotische sleutelstukken die zijn tijdens die bouwhistorische opname zijn die ook ingetekend. Hier nog een keer die bijzondere stukken die zomaar daar in die opkamer van die boerderij zaten. En ook deze steen die was ingemetseld in de gevel van de boerderij. Het is oorspronkelijk een haardsteen geweest. Hij zat ook met twee andere haardstenen in de gevel. En het is een bijzonder mooie haardsteen geweest, rijk versierd. Hij heeft waarschijnlijk in de centrale haard van een van de kamers gezeten. En op de een of andere manier is blijkbaar die haard weggehaald. Maar heeft men het toch zonde gevonden misschien om die stenen weg te gooien. En heeft men besloten om ze in de muur te metselen, in de buitenmuur van de boerderij. Wanneer dat is gebeurd, dat is niet bekend. Het jaartal wat hierop staat is 1560. Maar waarschijnlijk zijn ze later in de buitengevel terechtgekomen. En waar de steen nu op dit moment is, dat is ook niet bekend. Nou, dan hier de sloop van die boerderij. Het is een beetje een triest gezicht. Dit is de enorme kaaskelder die eronder zat. Nou, die hebben we ook wel teruggevonden met het archeologisch onderzoek. En in een van de greppels vonden we nog een houten trap terug. En dat is waarschijnlijk het trapje geweest waarmee je naar boven kon komen in de opkamer. Want die lag iets hoger boven op die kaaskelder. Dus nou, het is wel grappig dat hij dan toch nog ergens weer terecht komt. En de sloop van die boerderij heeft ook het landelijke nieuws gehaald. En het is op RTL 4 in het land geweest. En hier ziet u Jeroen die interviewt de heer Jan van het Schip. En dat is een van de laatste bewoners van de boerderij geweest. Dus het is heel bijzonder dat je een archeologische opgraving hebt. En dat daar nog iemand kan komen die daar nog gewoond heeft. Dat was heel erg leuk. En dan gaan we nu door met iets heel anders. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Iets heel anders. We gaan even inzoomen op een heel klein onderwerpje van ons archeologisch onderzoek langs de Hoge Weide. En ik vind dit een van de leukste dingen, zoals mijn collega's inmiddels wel weten. Toen we 20 jaar geleden begonnen met ons eerste onderzoek, toen vonden we al vrij snel eigenlijk iets heel curieus, iets wat we niet begrepen. We vonden namelijk meerdere ingegraven aardewerkpotten, rechtstandig in de bodem. En we hadden eigenlijk op dat moment jong als we waren en groen als gras, we hadden geen flauw idee waar die potten voor dienden. Natuurlijk hebben we ze allemaal voorzichtig uitgegraven en namen we de scherven steeds mee. En we vonden ze uiteindelijk op bijna alle erven. We vonden potten uit de 11e en de 12e eeuw, zoals op dit plaatje. En we vonden heel veel potten uit de 14e, 15e, sommige zelfs misschien de vroege 16e eeuw. Zoals je kunt zien, allerlei formaten door elkaar, van klein tot groot. Het waren kookpotten, het waren voorraadpotten, het waren kannen. En de meeste potten die hadden ook gebruikssporen, waardoor we wisten dat ze in eerste instantie gewoon gebruikt waren, waarvoor ze bedoeld waren, maar pas secundair in de grond waren ingegraven. Maar het duurde even voordat we wisten waarom dat gedaan was. Daar zijn wij gelukkig niet de enige archeologen die dat soort potten hebben gevonden. Er is in de jaren 90 heel veel opgegraven voorafgaand aan de bouw van de Betuwe-route. Een van de opgravingen was in Kerk-Avezaat en daar vonden de archeologen 6 paalsporen van een hooiberg. En rond die hooiberg vonden ze de resten van een kringgreppeltje met daarin een groot aantal aardewerkpotten. Die archeologen die publiceerden hun verhaal. Zij wisten te vertellen dat die potten... Gelukkig wisten we dat redelijk op tijd, want alle potten die we daarna vonden, daar hebben we niet alleen de potten meegenomen, maar ook de inhoud van die potten hebben we meegenomen, zodat we die later konden uitzeven. Nou, ik vond dat een ontzettend leuk onderwerp. Ik heb daar in 2010 heb ik daar een artikeltje over geschreven voor de Westerheem, het blad van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland. Daar is toen ook deze tekening voor gemaakt. Er bleken allerlei 16e tot en met 19e eeuwse historische bronnen te zijn, waarin het gebruik van die muizenpotten ook wordt omschreven. En deze tekening is gemaakt op basis van een van die beschrijvingen. U ziet op de achtergrond een boer de muizen uit het hooi slaan. De muizen gaan er vandoor en vallen vervolgens in die kringgreppel. En in de bodem van die kringgreppel zitten die ingegraven potten. En de muizen die dan nog dreigen te ontsnappen, die worden met zachte hand richting de potten gedirigeerd.
En die potten stonden overigens vol met water, of in ieder geval half vol met water, zodat de muizen er niet uit konden springen en uiteindelijk verdronken. Nou, Marieke liet net die kringgrebbels ook al zien bij een van onze opgravingen. Een aantal kringgrebbels met in de bodem daarvan 1, 2 of soms 3 potten. Wat hier dan weer opvalt bij deze kringgreppels is dat er geen sporen van hooibergen binnen die kringgreppels liggen. Dus er moet iets anders binnen die kringgreppels hebben gestaan. En we denken dat dat dit soort hooimijten zijn geweest. In feite met een hele lichte constructie. Ook om allerlei gewassen op te slaan. Maar zo licht dat ze archeologisch geen sporen nalaten. Maar niet al onze muizenpotten lagen in zo'n kringgreppel. Sommige waren ook gewoon ingegraven. Zonder kringgreppel. Er waren hooibergen met 1 muizenpot, er waren hooibergen sommige met 2 of 3, eentje zelfs met 4, maar de meeste hadden maar 1 muizenpot. De vraag is dan, hoe vang je daar in hemelsnaam muizen mee? Dus we denken dat er in die muizenpotten ook lokvoer heeft gelegen, maar dat laat archeologisch eigenlijk geen sporen na. Maar zoals ik zei, toen we eenmaal wisten waar die potten voor dienen, toen hebben we steeds de inhoud meegenomen. We hebben 34 potten, daarvan hebben we de inhoud gezeefd. 28 bleken muizenbotjes te bevatten, soms maar 1 muizenbotje, soms honderden, maar bij elkaar vonden we zo'n 3.500 muizenbotjes in die potten. De meeste potten hadden gemiddeld zo'n 10 muizen, maar degene met de meeste had er zelfs 24. Je kunt hier links zien allerlei verschillende muizen werden aangetroffen en 1 rat en een verdwaalde mol. Die 24 muizen, dat klinkt heel veel, maar er is een 17e eeuwse bron van een boer in de buurt van Rotterdam. Die noteerde dat hij in één nacht 2300 muizen had gevangen uit maar liefst 1 hooiberg. Dus nou, gelukkig is het in Leidse Rijn nooit zo erg geweest met die muizen. Nou, die muizenpotten, dat is een mooi voorbeeld van hoe je als archeoloog iets vindt waarvan je in eerste instantie niet begrijpt wat het is en hoe je het moet interpreteren. Maar waar je dan na verloop van tijd met wat hulp dan achterkomt. Maar helaas is dat lang niet altijd. Als archeoloog vind je ook heel vaak dingen waarvan je ook na 20 jaar onderzoek nog steeds niet goed begrijpt wat het eigenlijk te betekenen heeft. En dat hebben we ook gehad langs die hoge weide. En het meest wonderbaarlijke fenomeen is misschien wel het enorm grote aantal kuilen dat ze hebben gegraven. Vooral in de 12e en de 13e eeuw. Ze hebben zich werkelijk een slag in de ronde gegraven op hun erf. Allerlei verschillende kuilen, verschillende formaten. Ik ga er een paar laten zien. Eentje, dat zijn deze langwerpige kuilen. Sommige waren een paar meter lang. De langste was 13 meter. U kunt zien dat de meeste sporen, bijvoorbeeld hier loopt een greppel en daar aan de rechterkant loopt een greppel. Die zijn allemaal gevuld met grijze klei. Maar die langwerpige kuilen die waren allemaal bruin tot zwart gevuld. Zeer humeus, dus die lagen vol met plantaardige resten. Dat was wel duidelijk. En ook elke keer als we zo'n kuil coupeerden, dus gewoon door het midden hakten, dan kwamen we weer helemaal onderin die kuil, kwamen we die humeuze laag tegen. Heel herkenbaar. Wat ook heel herkenbaar was, dat was de geur. Ook al waren die kuilen dus 800 tot 900 jaar oud, heel veel van die kuilen, op het moment dat we ze door het midden hakten, die stonken verschrikkelijk naar mest. Maar goed, wil je het zeker weten, dan moet je het laten onderzoeken. Dus we hebben van al die kuilen hebben we monsters genomen en achteraf door specialisten laten onderzoeken onder de microscoop. En dat bleek inderdaad voor het grootste deel mest te zijn, zowel van paarden als van koeien. Maar het leuke was dat er in die kuilen tegelijkertijd ook heel veel huishoudelijk afval zat. We hadden in het veld al gezien dat er aardewerkscherven in zaten, dierlijke potten, metaalvondsten. Nou, onder de microscoop kwamen er nog plukken mensenhaar uit, bijvoorbeeld meerdere keren. Maar ook heel veel plantaardige resten van het menu van die boeren. Heel veel soorten graan, heel veel soorten fruit en heel veel soorten groenten. Maar daarover vertelt Marieke zo meteen nog wat meer. Nou worden dat soort mestkuilen zijn ze maar gaan noemen. Die worden vaker gevonden, ook door andere archeologen ver buiten Utrecht. Maar eigenlijk weet nog niemand heel goed waarvoor ze dienen. Er zijn archeologen die zeggen dat het puur is om mest te bewaren. Dus in de winter schep je de mest in die kuilen en in het voorjaar haal je het er weer uit. Maar waarom vonden we dan zoveel kuilen die nog vol met mest zaten?
Er zijn archeologen die zeggen dat het bedoeld is om mest en plantaardige resten te vermengen en zo compost te maken, wat je ook weer over je moestuin kon rijden. Maar dan krijg je weer diezelfde vraag: waarom zaten al die kuilen nog vol met mest? Waarom waren ze niet leeggehaald? En er is een verklaring, en dat is ook wel historisch bekend, dat er mest werd begraven in de grond. We weten waarschijnlijk wel dat mest heeft de neiging om te gaan broeien, dat wordt warm. Dus wat je dan krijgt, als je dat in het voorjaar doet, daar komt warmte omhoog. En die warmte zorgt ervoor dat je je planten in de moestuin eerder kan laten ontkiemen dan zonder die mest. En je kunt dus ook een aantal weken eerder je groenten en je fruit oogsten. Nou, wat voor verklaring het ook is, we hebben het langs de hoge weide niet kunnen aantonen. Maar al die verklaringen die ik net opzonde, die leggen dus wel een verband tussen die mestkuilen en een moestuin. Nou, en wij vonden die mestkuilen, je ziet er hier een paar liggen, ook vaak wel in de buurt van een boerderijplattegrond. Dus we denken dat er steeds in de buurt van een boerderij ook een moestuin is geweest. Nou, dan nog een ander type kuil vonden we alleen op het perceel ten noorden van boerderij De Hoeve. En dat zijn de kuilen hier aan de linkerkant van de plattegrond, bruin ingekleurd. 22 kuilen in drie groepjes, steeds één kuil in het midden en een aantal kuilen daaromheen in een grote cirkel. Hieronder in beeld een aantal hooibergen. Dan zult u misschien zeggen, joh, maar dan zijn dit toch ook hooibergen, want ze liggen naast elkaar en ze zijn zo'n beetje gelijk. Dat zou je eigenlijk wel denken, maar deze bruine kuilen, ja, de kleinste was 1,5 meter in het vierkant en de grootste was 4,5 meter lang. En niemand gaat een kuil van 4,5 meter lang graven om een hooibergpaal in te zetten. Bovendien hebben we ook al die kuilen weer gecoupeerd, door het midden gehaakt. Nergens een spoor van een paal, ook geen verkleuring van een paal. Kuilen waren eigenlijk ook vrij schoon opgevuld. Wat de functie van de kuilen is, ik heb nog steeds geen idee. Als er een kijker is met suggesties, dan hoor ik dat graag. En dan laatste type kuil. Hier weer die boerderij van net, uit de late 11e eeuw. En daaromheen lagen weer een ander type kuil. Hele lange kuilen. We zijn ze gewoon maar LK gaan noemen, lange kuil. De kortste was 6 meter, de langste was meer dan 22 meter en had een inhoud van 50 kuub. Stel je eens voor, met je houten schepje, 50 kuub grond verzetten. Je ziet heel mooi dat die kuilen precies allemaal ophielden rond die boerderij. Dus dat suggereerde dat die kuilen gebruikt werden toen de boerderij ook in gebruik was. Maar waarvoor die kuilen gediend hebben, geen flauw idee. We hebben ze ook onderzocht. Sommige kuilen bleken dichtgeslipt en later weer opnieuw opengegraven. Maar er zat nagenoeg niets in. Geen scherven, geen dierlijk afval, geen plantenresten, niks niet. Geen flauw idee waarvoor ze gediend hebben. Het leuke wel, zeker van die eerste kuilen, zoals ik zei, dat ze vol zaten met menselijk afval, afval uit de boerderijen, waardoor ze dus een heel mooi beeld geven van de producten die de boeren hebben verbouwd en geconsumeerd. Daarover weer van Mariek. Wat een mooie overgang. Ja, want wat kwam er uit die kuilen en door macro-restenonderzoek en pollenonderzoek bleek dus dat er voornamelijk broodtarwe, gerst, rogge en haver is verbouwd. Eigenlijk de gewone graansoorten die je overal op boerderijen tegenkomt. Een deel van de oogst zal zijn gebruikt als diervoeder, maar een deel is ook gewoon door de boeren gebruikt om op te eten. Uit die mestkuilen waar Jeroen het over had, bleek dus ook inderdaad dat er allerlei groentes verbouwd werden. Er is biet gevonden, peen, een aantal van die groentes. Bijvoorbeeld ook erwten en duivenbonen. Duivenbonen zijn nu weer helemaal hip, las ik. En naast al die groentes ook fruit, zoals framboos is er zelfs gevonden. En aantal notensoorten zoals hazelnoot en boonnoot. Ook keukenkruiden zoals venkel en zwarte mosterd is er gevonden. En in een van de greppels hebben we deze steengoedkan aangetroffen. Met een heel veel resten van raapzaad. En van raapzaad kun je onder andere olie maken. Wat door het malen op zo'n molensteen verkregen kan worden. Dus dat valt dan eigenlijk wel weer mooi samen met die rosmolen.
Er werd niet alleen plantaardig materiaal of plantaardig voedsel gegeten. Er werd ook heel veel rund werd er gegeten. We hebben heel veel runderbotten gevonden waar bewerkingssporen op zaten, dat die gewoon zijn opgegeten. Daarnaast ook wel wat varken, maar veel minder en ook veel minder schaap of geit. Naast al die runderen, en trouwens al die, deze soorten voedsel die ik nu noem, dat hebben we ook op alle erven gevonden. Dus er was niet echt een bepaald onderscheid te maken tussen of het een kapiteluithof is geweest of een gewone pachtersboerderij. Het was overal een beetje hetzelfde beeld wat naar voren kwam. Ook voor het gevogelte geldt dat, vooral kip, eend en gans. Dit is trouwens een plaatje om even een indruk te geven van hoe zo'n keuken eruit gezien kan hebben. En hier werd een bijzonder rijke maaltijd voorbereid, want onder andere het eten van zwaan, dat was wel voorbehouden aan groepen in een wat hoger sociaal milieu. En heel toevallig hebben we ook resten van zwaan gevonden bij de grote boerderij LR48 in het zuiden van Hogeweide. Het houden van zwanen, dat was onderhevig aan verordeningen, restricties, dus dat was niet voor iedereen weggelegd. En dat geldt ook voor duiven. Dat hebben we ook gevonden en het houden van duiven in duivenkotten, daar waren ook allerlei regels voor. Dus dat was niet zomaar voor iedereen. Het is wel bijzonder dat we dat gevonden hebben en dat wijst wel op een iets hogere sociale status van die bewoners daar. Ten slotte hebben we ook resten van vis gevonden, waaronder ook kabeljauw en steur. Nou, kabeljauw is een zeevis, dus dat moet van ver zijn gekomen. En dat is best bijzonder voor een boerenerf wat ver van zee ligt. En die steur is waarschijnlijk ook van buiten afgekomen, want dat is een grote vis. Die zullen ze niet in de greppel achter op het erf hebben gevangen. Dus dat zijn eigenlijk de enige diersoorten die erop wijzen dat er iets meer werd gegeten of iets luxer werd gegeten dan op een gemiddeld boerenerf. Voor de rest was het eigenlijk allemaal zoals je zou verwachten. Wat ook opvallend was in het botmateriaal wat we hebben gevonden bij alle erven is het hoge aandeel paardenbot. Bij de meeste opgravingen in de middeleeuwen is ongeveer 10% van het totale bot bestaat uit paardenbot. Nou, bij LR48 was dat 22% en daar waren het ook erg grote paarden. Bij LR83 was het zelfs 40% bot en was dat aandeel zelfs hoger dan het aandeel rund. En dat was ook het geval bij LR79. Dus paarden hebben een hele belangrijke rol gespeeld in de agrarische economie van de Hoge Weide. Waarschijnlijk zijn de paarden onder andere ingezet voor trekkracht om de akkers te bewerken. Paarden die konden ongeveer 2,5 keer meer trekkracht leveren dan de runderen. Dus je kon in minder tijd meer areaal bewerken. En zeker ook met de uitvinding van het haam in de 12e eeuw was de trekkracht van die paarden nog weer verbeterd, omdat het haam ervoor zorgde dat de paarden gewoon konden door blijven ademen. De paarden waren in het onderhoud wel veel duurder dan runderen. Ze hadden veel meer voeder nodig. Dus het was wel een teken van sociale rijkdom of wat meer rijkdom als je veel paarden had bij je boerderij. Paarden werden echt niet alleen gebruikt voor die trekkracht en ook niet alleen voor de rosmolen die we eerder hebben voorbij hebben zien komen. De paarden werden ook bereden. We hebben heel veel hoefijzers gevonden. Dit is een voorbeeld van een golfrand hoefijzer. Maar we hebben ook bijvoorbeeld sporen gevonden voor de bereiders van de paarden. Dit is het uiteinde van een prikspoor wat dus om je voet heen zat. En we hebben ook allerlei metaaltjes gevonden die te maken hebben met paardentuig. Dit is een riemverdeler en allerlei hangers. Dus dat wijst erop dat de paarden ook bereden werden. Wat blijkt nu? De paarden die we hebben gevonden bij de rosmolen, dat waren vrij kleine paarden. Maar de paarden die bij de opgraving van LR48 zijn gevonden, dat waren hele grote paarden in verhouding. Die hadden echt een hoge schofthoogte. Dus dat waren waarschijnlijk paarden die bereden werden door de elite en die daar ook echt mee wilden pronken.
Daarnaast zullen paarden natuurlijk ook zijn ingezet voor karrevrachten om bijvoorbeeld granen of andere zaken naar de stad toe te brengen. Maar die paarden, dat is echt wel opvallend hoeveel we er hebben gevonden. Dan nu de goodies en mooie spulletjes. Ja. Ik heb een vraagje binnen. Ja, de eerste. Zeg ik het. Ik krijg een vraag binnen over de paarden. Is er misschien een paardenfokkerij geweest? Ze hebben wel zelf de paarden waarschijnlijk gefokt. Er zijn ook botresten gevonden van jongere paarden. Een paard is pas, ik geloof na 6 jaar, dat je een paard helemaal kunt inzetten om te berijden. Maar ook bijvoorbeeld in een rosmolen in te zetten. En voor die tijd moet je het paard aanleren hoe die zich moet gedragen. Dus omdat er dus jongere paardenbotten zijn, of botten van jongere paarden, is het wel waarschijnlijk dat ook de paarden in en rondom het boerderijlint zijn gefokt en behouden. Ja. Oké, we sluiten de presentatie van vanavond af met een hele snelle rondgang langs de materiële cultuur van de boeren langs de Hoge Weide. Archeologen kijken normaal altijd naar het aardewerk als eerste, maar dat ga ik vanavond overslaan. We hebben net al een aantal van die muizenpotten langs zien komen. Maar spannender dan dat werd het aardewerk ook niet. Het was echt het standaard aardewerk dat je op iedere boerenerf en bij ieder huishouden in de stad tegenkomt. Geen enkele aanwijzing voor iets dat op luxe duidt. Zoals zo vaak zijn het de metaalvondsten die het leukste verhaal vertellen. Nou, wat verwacht je dan op een boerenerf? Gereedschap. Hier zomaar een aantal voorbeelden. Linksbovenin een maaihaak. Een heel simpel ding, zat op een houten stok. En bij het oogsten van het graan moest je daar de almen bij elkaar halen. En in de andere hand had je een zicht, een handzijs, om het af te snijden. Dus die maaihaak hebben we veel gevonden. Rechtsboven een opvallend breed mes. Wordt wel gezegd dat die gebruikt werd voor het schoonmaken van vis. In het midden links een heel klein type koevoet, waarschijnlijk gebruikt voor het uittrekken van hoefijzernagels. Die een leuke link met die paarden van in. Nou, in het midden rechts een hamer gecombineerd met een beitel. Rechts onderin een zogenaamde schilschop. Een apparaat of een stuk gereedschap dat je gebruikte als je een boom had geveld om hem van zijn schors te ontdoen. En links onderin, misschien voor sommigen wel bekend, een zogenaamde palingsteker. Die zat op een lange houten stok en die stak je gewoon lukraak in de bodem van een modderige sloot in de hoop dat je daarmee een paling zou aanprikken die vervolgens klem kwam te zitten door die weerhaartjes. Oh, ik ga de verkeerde kant op. We gaan deze kant op. Hier rechts twee houten objecten. Vermoedelijk zogenaamde boetnaalden, dus gebruikt voor het boeten, het repareren van visnetten. En de overige zijn eerder in verband te brengen met de dames van het boerderijlint. Een paar vingerhoeden, linksboven een spinloodje, dus die zat op een stok. En die gebruikt hij vervolgens om een soort rond te tollen bij het spinnen van de vondst, eigenlijk een voorloper van het spinnenwiel. En linksonder twee spelden. Nou, als je mannen hebt en als je vrouwen hebt, dan is het een kwestie van tijd voordat je ook kinderen hebt. En daar hebben we ook allerlei leuke dingen van gevonden. In het midden bijvoorbeeld een rammelaar van andennenaardewerk, dateert van ongeveer rond 1200. Volledig compleet, aan de binnenkant zit er een klein grintje en hij rammelt nog echt. We vonden veel houten speelgoed, een aantal houten ballen, een aantal houten tollen, hier links op de foto. Een miniatuur kannetje rechtsboven en een miniatuur keteltje. Allemaal kinderspeelgoed. En helemaal rechtsonder een bikkel gevuld met lood. En daar speelde je een spelletje mee. Je moest een aantal bikkels recht overeind zetten. En met zo'n werpcoat gevuld met lood moest je dan proberen om die andere om te gooien. Eigenlijk een soort bowler, zou ik maar zeggen. Bijzondere vondsten ook. Hier linksboven en in het midden. Linksboven is het huis van een sluitgewicht. Daar zaten allerlei kleine gewichtjes in.
En die gewichtjes die gebruik je in combinatie met een zogenaamde klapbalans. Wat we daar gevonden hebben in het midden is daar een deel van. Dus je klapte hem uit met die pootjes. Daar zaten kettingjes aan, vandaar die oogjes bovenin. En aan die kettingjes zaten kleine schaaltjes. En aan de ene kant legde je dan die gewichtjes. En aan de andere kant legde je edelmetaal, zilveren munten of andere toch wel kostbare producten. Dus kortom, zo'n gewicht, zo'n huis van een gewicht en zo'n klapbalans wordt in verband gebracht met handel. Dus kennelijk hebben die boeren niet alleen geboerd, maar ook gehandeld. Nou, verder nog wat bijzondere voorwerpen. Hier helemaal links een tinnen leeuwtje, 15e, 14e, 15e eeuw. Mogelijk een handvat van een tinnen zoutvaatje. Dat zou kunnen wijzen op een iets meer dan gemiddelde luxe. In het midden bovenin een mesheft met een gravering van een dame, vermoedelijk Maria. Uiteindelijk, het zit toch in de middeleeuwen natuurlijk, je vindt veel religieuze afbeeldingen. Helemaal rechts een wat jonger wijnglas, ergens rond 1700 dateert die. Maar wat hem bijzonder maakt is de gravering. Aan de ene kant Christus aan het kruis. Daar stond boven de boom des levens. En op de andere kant van het glas Adam en Eva in het paradijs met de boom, de slang en de appel. En daar stond boven de boom des doods. Nou, en dan onderin iets wat je heel veel vindt. Links onderin een heilige insigne. In dit geval de insigne van Cunera uit Rhenen. En het leuke was, op hetzelfde erf, en dat komt van het erf van boerderij De Hoge Weide, op datzelfde erf vonden we ook een profane insigne, zoals dat heet. En misschien dat u het al herkent, het is een enigszins ondeugende insigne. Het is een broek met een vallas daaronder. En daarboven ook een vallas met vleugels en een kroon op. En aan weerskanten twee vrouwen in aanbidding naast de vallas. Maar misschien wel de meest bijzondere metaalcategorie, dat was het wapentuig. Eigenlijk op alle erven die we hebben opgegraven, vonden we wel iets wat met wapentuig te maken had. We vonden diverse pijlpunten. De tweede van boven was zelfs een complete kruisboogpijl. Vonden we rechtopstaand in de bodem van een 14e eeuwse greppel. Dus hij is echt afgevuurd en in die sloopbodem terechtgekomen. Helemaal bovenin, rechtsbovenin, is een knop van een gevechtsknots, ook wel bekend als een goede dag. Plaatje helemaal bovenin geeft aan hoe die eruit zag. Er zat een aantal van die knoppen op een houten steel met een grote ijzeren punt eraan. Dus je kon er zowel mee steken als mee slaan. Valt een beetje in de categorie boerenwapens. Wat eigenlijk ook wel vaker vinden en waarvan één mooi exemplaar hebben, is het houten heft van een zogenaamde klotendolk. Het lemmet is afgebroken, maar het handvat is in dit geval bewaard gebleven. Ik denk als u naar de vorm kijkt dat u ook de benaming klotendolk wel snapt. Helemaal onderin een andere dolk die heel spits toeliep. En van de experts dan zeggen, dit is typisch een dolk die is gebruikt voor het doorboren van pantser. En helemaal rechts onderin misschien wel ook een van de meest bijzondere. Dit is een zogenaamde karbonkel. En dat is een knop van een schild uit de 12e eeuw. Nou, ook dat is net als die zwaardpommel zeker geen normale vondst voor een boerenerf. En dan nog zo'n stukje bijzonder wapentuig. Ja, die bovenste hebben we helaas niet gevonden. Dit is een... Het gaat om de onderste vondst, die hebben we gedaan langs de Hoge Weide en dat is een zogenaamde loodbuskogel. Rond het midden van de 14e eeuw doet voor het eerst het vuurwapen hier zijn intrede. En dat vuurwapen, dat was dus het wapen wat u hierboven ziet en die komt uit een scheepswrak op de bodem van de Waddenzee. Maar even als voorbeeld, dat is een zogenaamde haakbus en daar schoot je dit soort loodbuskogels mee af. Weinig effectief wapen in die beginperiode. Hij kwam niet heel ver en richten was ook praktisch onmogelijk. Maar u kunt u voorstellen dat het grote indruk gemaakt zal hebben op de mensen in de 14e eeuw. Als daar plotseling iemand met zo'n ding staat, een helskabaal en een grote rookpluim. Nou, en die lopuskogels die zijn heel zeldzaam. Volgens mij zijn er 3 gevonden bij kasteel Nijveld hier in Leidse Rijn. Maar voor zover ik weet, verder nergens. Die lopuskogels die kom je normaal alleen tegen op plekken waar een stad of een kasteel
is belegerd. En wat doet hij? Wat doet hij langs de Hoge Weide? Wat is daar gebeurd? We zullen het waarschijnlijk nooit weten, helaas. Nou, en daarmee zijn we gekomen bij het eind van dit verhaal. 20 jaar onderzoek naar de bewoners langs de Hoge Weide. Wat heeft het duidelijk gemaakt? Nou ja, in ieder geval dat er 1000 jaar lang boeren hebben gewoond en gewerkt. Dat het aan de ene kant normale boeren waren, niks bijzonders, geen grote rijkdom. Ze hebben de producten verbouwd die iedere boer bouwde, op het menu stond wat iedere boer at in die tijd. Maar er zijn ook dingen die nog steeds eigenlijk om een verklaring vragen. Waarom al die wapens? Wat doet die zwaardpommel daar? Wat doet die schildknop daar? Die loodbuskogel? Kortom, vragen erover. Wilt u meer lezen? Al onze archeologische rapporten staan op de website van de gemeente Utrecht. Daar kunt u ze inzien en downloaden. Tot zover ons verhaal. Jeroen en Marieke, ontzettend bedankt vanavond. Ik vond het een ontzettend leuke lezing. Ook ik heb een heleboel nieuwe dingen geleerd. Goed zo. Ook een heleboel nieuwe woorden. De klootpommel. Ik weet het allemaal niet wat we hebben gehoord. Ik heb nog 2 kleine mededelingen binnengekregen. Eentje voor Marieke. Waarom eten we tegenwoordig geen zwaan meer en eten ze ook wild, bijvoorbeeld hazen en fazanten die hier nu heel veel rondlopen? Ik weet niet waarom we nu geen zwaan meer eten. Ik denk dat we dat gewoon te mooie dieren vinden en KLM en dat soort dingen, dat is misschien een beetje naar. Dat weet ik niet, ik ben ook geen archeozooloog. Maar fazant, dat zullen ze wellicht gegeten hebben. Die hebben daar ook rondgelopen. En nou ja, zoals hazen en dat soort dieren, die schoten ze natuurlijk wel af. Dus daar hebben we ook wel resten van gevonden. Maar ja, die vind je eigenlijk ook op elke nederzettingsterrein. Ja. En dan voor Jeroen. Ja. Eigenlijk geen vraag, maar meer een opmerking. Of zo. In het begin had je gezegd van dat jij Jeroen Huizing bepaalde onderzoek of een afproefschrift heeft geschreven. Jan Huizing, ja. En die komt op 15 maart volgend jaar bij ons een lezing geven. Kijk. Dus misschien kom je zelf ook nog kijken. Misschien inderdaad wordt het weer live of weer een webinar. Laten we hopen dat live is tegen die tijd. Ja. Ja. En anders voor de kijkers thuis, gaan we daar verder op in. En op 5 november is er al een volgende webinar. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk hebben gevonden, de lezing. Aan het aantal kijkers, het aantal streams, en dat vinden jullie natuurlijk ook heel leuk, dat was hartstikke hoog. Dus ik ben er echt heel trots op en ik vond het ontzettend leuk om jullie verhaal te horen. Dankjewel. En ik hoop dat jullie allemaal een leerzaam... En kijk op onze website en word misschien lid als je er nog niet bent. Goedenavond verder!